Ik ben Joshua van Grinsven, ik studeer werktuigbekunde en ik zit in het derde jaar. En in het derde jaar lopen wij stage en dat doe ik bij het EDI. En het EDI dat is een expertisecentrum duurzame innovatie. En dat houdt in dat wij onderzoek doen naar duurzame projecten. En ik zit op de afdeling het solarlectoraat, dus ik doe onderzoek naar flexibele zonnecellen. Dat onderzoek van mij dat beschrijft het onderzoek eigenlijk naar flexibele zonnecellen in combinatie met thermovormproducten. En dan vooral het proces. Dus die zonnecellen die moeten in het proces verwerkt worden. En wat ik leuk vind aan dat project is dat het nog nooit eerder gedaan is. Want dat maakt het een soort van uitvinderij, een soort Willy Wortel-achtig iets. Wat ik geleerd heb tijdens dit project is eigenlijk vooral de kennis van flexibele zonnecellen en natuurlijk thermovormen. Maar ook heb ik tijdens een onderzoek moet je keuzes maken en die beargumenteren. Dus ik heb eigenlijk op persoonlijk vlak beter keuzes leren maken. De uitkomst van dit project, er zijn al resultaten, maar de echte uitkomst die is er nog niet. Want het is een tweejarig project waarvan ik ongeveer een half jaar doe. Dus ik heb wel al resultaten van testen, maar het echte product wat uiteindelijk eruit moet komen, dat hebben we over 2 jaar hopelijk. Mijn plannen voor de toekomst zijn komend jaar een minor volgen. En het liefst doe ik dat in Engeland, in het buitenland. En dan wil ik filmproductie doen om wat meer creativiteit voor mezelf te ontwikkelen. De tijd op Avans bevalt me op dit moment gewoon goed. Ik vind dat de leraren goed betrokken zijn met de projecten waar we mee bezig zijn. En ik heb het wel naar mijn zin.